Thank you.
een heel klein woordje doen, je weet dat ik meestal niet kan zwijgen. Het is een heel, heel zware 40 dagen, dat is al de laatste 30 geweest voor ons. Een dik jaar geleden, juist te zijn 13 maanden geleden, na de barbecue op de berg, tevens na de barbecue op Sint-Jansberg. En diegenen die van Sint-Jansberg komen weten dat dat voor mij wel sowieso een zware barbecue was. Precies ook, want toen kwam ik thuis en zij leende tegen mij, we gaan een wijnbar beginnen. En je weet hoe dat is als uw vrouw zegt, we gaan dat doen. Dus we zijn eraan begonnen, vol goede moed. Aan een redelijk tempo en dat tempo is alleen straffer en straffer geworden. We zijn tot een concept gekomen. We hebben een heel serieuze verbouwing achter de rug. En wat er ook van wordt van onze wijnbar, wijnbar Dito, gelijk je nu hoort, die een naam heeft te maken met onze relatie, die al 25 jaar bestaand is. Maar wat er ook van wordt, deze laatste 30, 40 dagen, eigenlijk al 2 maanden aan een stuk, heb ik enorm, enorm veel vriendschap ervaren van collega's, kameraden, mensen die druk hebben en die eens langskomen, kan ik die helpen. Mensen die s'avonds om 12 uur, om 1 uur s'nachts nog eten voor ons komen brengen als we hier aan het werken zijn. Wat er ook van wordt, aan heel dit project houdt ik en Linde sowieso een heel, heel, heel goed gevoel over. Ook uw komst hier vandaag met 200 man. En dan zijn we heel kritisch moeten zijn. Toch, je ziet de oppervlakte is beperkt. En als we eigenlijk al onze vrienden hadden willen uitnodigen, dan hadden we met 500 niet kunnen stoppen. En de uitnodigingen waren niet meer dan 500. Gelukkig is vakantie, maar een deel mensen weg zijn. Dus hartelijk dank allemaal voor uw komst hier. Drink je glaasje. Op onze gezondheid en we hopen nu allemaal nog heel regelmatig terug te zien. Bedankt!